Ik ben hem even aan het schoonmaken. Ik haal dit zo meteen open. Ik heb een hele grote muis in mijn kamer. Goedemorgen. Ik ga de gauw uit de stand wakker maken. Ik moet naar school. Ik heb een hele grote muis in mijn kamer. En die heet Sjoerd. Sjoerd heeft een zakje zonnebloempitten opengescheurd. Van de hamster. Ja, ik heb maar in een blikje moeten doen. Klein beetje afwas. Past er niet meer in de vaatwasser. Lampje aandoen. Ik doe altijd eerst de ledverlichting zeg maar aan. Dus dan is het nog een beetje donker. En bij die andere vissen. Doe ik altijd even de gewone lamp eerst aan. Time flies. Nou, het is in ieder geval droog. Mooi. Ja. De borden. Ik moet straks even de vaatjes uitpakken. Brood, ik ga eventjes brood smeren en zo. Daar heb ik echt even twee handen voor nodig. Wat ik dan ook wel eens aan de hamsters geef, dat is een bolletje, die laat ik hard worden. Dat ik 3 dagen liggen, dat is keihard. En dan snij ik hem in stukken en dan geef ik het aan de hamster. Dat verkopen ze ook in de winkels vaak. 1, 2, 3. Nou, hebben alle 3 de hamsters wat te knagen. Ik ga even wat aarde maken. Dan doe ik even een blok in deze tel. Ik heb er alvast wat water in gedaan. Dan doe ik zo'n blok in dit water. Dat water dat wordt dan opgezogen door dat blok. En dan hou je even in de gaten of het vochtig genoeg is. Als er nog droge stukken in zitten, moet je er even weer wat water bij gieten. Dus ik ga nu even zo'n blok in het water leggen. Nou, die drijft nu in het water. Die gaat dan water opnemen. Die zet straks helemaal uit. Dus dan wordt hij zo 3 keer groter dan hij nu is. En dan heb je zometeen aarde. Ik gebruik nu deze blokken, omdat ze bij de tuinland nu geen zakken potgrond verkopen in de herfst. En deze die heb ik dan altijd in de herfst en in de winter. Dat is heel handig. Als het dan zometeen weer lente is, dan kan ik de gewone zakken weer ophalen. Dat vind ik iets fijner spul. Nou, het begint al uit te zetten. Je ziet dat het vocht opneemt en dik wordt. Dus als het dan zo meteen klaar is, dan kan dat hierbij, want ik heb niet meer genoeg. Dus dit is ook datzelfde spul, dan ziet het er zo uit. Dus ik heb dit bij de Blue Lagoon besteld. Kijk. Ik ga hem nu wel even omdraaien. Dan kan hij die kant ook vocht opnemen. Dus dit is de onderkant.
Nou, het is nu helemaal opgezogen. En dan heb ik een hele bak vol met aarde. Hoe handig is dat? Nou, een beetje kneden en zo. Ik heb een beetje lauw water gebruikt, dus meteen lekker warm. En dan kan het zo de bak in. Zo, nou weer goed verdeeld. Met de plantjes allemaal weer even terug. Dan ziet het er allemaal weer een beetje gezellig uit. Het zijn gewoon plastic plantjes. Het is gewoon uit het potje bij de Action. Nou, die trek ik gewoon uit elkaar en dan zet ik ze hierin. Ik doe dat al heel lang, gaat prima. Zo, een beetje verdelen. Kleintje aan de voorkant. Zo. En ik zal er nog een stukje komkommer over. Die is al half uit dat gehad. En dan leg ik hier even twee stukjes sepia in. Dus ik ga even een nieuwe sepia pakken. Zo. Doos. Ik heb hier een hele doos vol met sepia. Die koop je bij de groothandel. Eigenlijk voor €9,95 een hele doos vol. Het is natuurlijk een beetje zoutig dat spul, dus ik spoel het even goed af onder de kraan en dan leg ik ze in het hok. Nou, de sepia ligt erin, schoongemaakt. Een paar blaadjes paksoort erin. Het badje is even aan het schoonmaken. Kijk, ik heb de slakken even hier opgezet. Het badje zit dus nu even in. Die ga ik eventjes schoonmaken. Dus ik zet de slakken even ergens anders op. Even schoonmaken, moment. Lekker afgespoeld onder de kraan. Een beetje lauw water. Dan hebben ze een lekker badje. Nou, ze vinden elkaar ook altijd erg lief. Het zijn hele sociale dieren, dus je moet ze niet alleen houden. Dat is echt zielig. Dus, nou, dit zijn in ieder geval twee jongen die ik nog over heb gehouden van mijn eigen slak. En daar ben ik echt heel blij mee dat ik die nog heb. Ze worden nu mooi groot. Ze hebben nu ook wat eitjes gelegd. Die eitjes die, laat ik er een paar van uitkomen. Dan heb ik weer een paar vlukkaartjes. Die zitten in deze bak. Die heb ik nu eventjes op het aquarium gezet. Het is lekker warm. Dus die kunnen dan mooi uitkomen. Een stukje sepia erin. Nou. En dan zijn we terug in een eigen bak. Ja. Mooi hè? Mooi spul. Ze houden van elkaar. Camera moet even focussen. Ja. Oh, wat zo lief vinden ze elkaar. Nou, ik ga ze eventjes terugzetten in de bak. En ik ga nog steeds namen verzinnen, want die heb ik er nu ook nog steeds niet. Hé Tobias, die is er maar bij gaan liggen. Ze gaan de bak weer in. Nou, wat je natuurlijk ook nog nodig hebt is een plantenspuit, want je moet wel eventjes een beetje in de bak spuiten. Ja, dan moet je elke dag even een beetje, want je moet natuurlijk vochtig houden. De beesten leven in het vocht. Nou, dan hebben ze een hartstikke mooi plekje. Het is erg leuk. Het kost weinig. Je hebt allemaal wel een stukje komkommer over, of een stukje sla, of een stuk wortel. Of ja, ze mogen ook van allerlei dingen hebben. Ze eten 500 soorten planten, dus wat dat betreft. Maar ja, een stukje appel, geen citrusvruchten, dus niet goed voor een darmstelsel. Dus liever geen sinaasappels en dat soort dingen. Maar een appeltje, een aardbei, mango, sla, een stukje persik. Nou, dit is dan paksoi. Allerlei soorten kolen kun je geven. Die kolen die stinken wel altijd, vind ik. Dus als je boerenkool vindt ze heel lekker. Broccoli vinden ze heel lekker. Maar ja, het ruikt allemaal wel vrij sterk. En bloemkool en zo. Maar ze mogen het allemaal eten.
En wat ze ook heel erg lekker vinden zijn zoete aardappels. Ze mogen wel zoete aardappel, geen gewone aardappels. Zoete aardappel, dat is familie van de wortel. Het is ook oranje van kleur, dat mogen ze wel eten. Nou, misschien heb ik jullie geïnspireerd om eens erover na te denken, want het zijn echt leuke dieren. Deze zijn nog klein. Die worden nog minstens nog een keer zo groot. Deze zijn nu een maand of 5 oud, denk ik. Ja. Ik heb ook nog andere soorten. Die zal ik de volgende keer even laten zien. Nou, ik heb nu nog aardig wat aarde over. Dat is natuurlijk nu vochtig. Ik bewaar dat in een afgesloten curvebak met een paar gaatjes erin. Je kunt natuurlijk ook een curvebak iets open laten staan. En dan kun je het gewoon wegzetten en dan voor de volgende keer weer gebruiken. Ze zijn nu lekker aan het eten. Ja, ik heb even een computerklusje, want mijn computer die maakt ontzettend veel herrie en loopt de hele tijd vast. Dus ik heb hem even uit elkaar gesloopt. Zoals u ziet. Ik ben hem even aan het schoonmaken. Ik haal dit zo meteen open. En dan heb ik eventjes wat koelpasta. Dat ga ik er even in smeren. En dan hopen dat hij minder herrie maakt. Dat voorlopige probleem even is opgelost. Dus ik heb mijn werkplek meteen even aangepast. Dan ga ik zo even, dat ik daar beter kan zitten. En dan even de zooi weer opruimen. Dit is wel wat je zegt, lekker vies. Dat is niet goed. Dan laat ik het schroefje ergens invallen. Nou, die heb ik weer schoon. Ik heb hem eraf gehaald. Je ziet, er zat nog wat pasta op, maar het is de moeite. Dus dit maak ik even schoon. En dan doe ik er nieuw op. En dan hopen dat hij niet meer zo blaast. Schoon gemaakt. Eraf. Deze kant is ook schoon. Ik ga dan nu daar koelpasta op smeren. En dan zet ik hem weer in elkaar. Zo. Nou, de computer zit weer in elkaar. Ik ga hem weer aansluiten. Nou, dat klusje is klaar. Het volgende klusje wat ik heb, dat is het raam voor de katten. Kijk, want nu is het zo. Ja, dan zijn er van die flapjes, dan kunnen ze naar buiten. Alleen als ik hier zit te werken, dan heb ik het gewoon heel erg koud. Want het is gewoon in de winter te koud. Dus ik maak hier een plaat voor. Een plaat voor met een kattenluikje erin. En dan doe ik deze van naar beneden erbij. En dan zit hier dus gewoon dan zometeen een plaat met een kattenluikje. Zo. En dan heb ik het niet meer koud. En daar was ik dus even mee bezig. Ik had nog een plaat. Dat wel gaat in. Dan heb ik aan de andere kant plakplastic gedaan. Die ligt daar nog. Nou, ik ben even het kattenluikje aan het aftekenen. Zo. Nou, dit ga ik zo even met de decoupeerzaag eruit zagen. En dan schroef ik het kattenluikje erin.
Ik maak eerst 4 gaten. Dat doe ik met deze gatenboor. Die maak ik zo op de hoeken van wat ik afgetekend heb. En dan heb ik zo ruimte om de decoupeerzaag er goed doorheen te laten gaan. Maar goed. Hattie. En dan kan ik daar de decoupeerzaag in steken. Met de gezinszagen. Ja, en dan vallen jullie om, dat is geloof ik. Een klein stukje, zie je? Nou, gat is eruit. Dan kan ik het luikje erop schroeven. Ja, altijd als je een klusje gaat doen, dan heb je geen... Nou, dan heb ik een paar dopjes. Die kunnen we dan zo meteen opdrukken. Nou, hoe ziet het er dan uit? Zo ziet dat er dan uit. Want 1, 2, 3, 4, we zijn nu op 7. We hebben 3 zieljongen met 3 als te filmen. Ja, lekker hoor. We staan op score 8. En daarmee in Brazil. Ja. Hij blijft alleen openstaan. Wat gaan we nou doen? Nou, het is alweer avond. Ik heb iets heel lekkers. Want Stan die houdt al van patatjes. Ik heb ovenfrietjes, maar dit zijn groentefrietjes. Dat is gemaakt van groenten. Wat er precies in zit, weet ik niet. Het ziet een beetje oranje. Er gaat vast een hoop wortel in zitten. Groentefrietjes, gewone frietjes, een stuk aardappel. Ik heb hier een mix gemaakt van... even kijken. Even de naam kwijt. Het is... Bulgur en Quinoa. Dat zit doorheen. Ik gebruik dat wel vaker. Ik heb hier nog een zakje staan. Je kunt dat warm eten. Je kunt het koud eten door de sla. Erg lekker. Een beetje pesto doorheen doen. Nou, ik heb gekozen voor paksoi. Dus ik heb er een beetje paksoi doorheen gedaan. En nog wat andere kruiden en zo. En dat lekker met elkaar gemixt. Dat heb ik ernaast liggen. En dan heb ik deze frietjes erbij. Dit ben ik nog mee bezig voor mijn zoon. Er komen straks wat frietjes bij. Nou, en dan kunnen we zo lekker vegetarisch eten. Nou, zo ziet dat er dan uiteindelijk uit. Heet smakelijk! Ben je blij met je hangmat? Ja, een mooie hangmat heb je nu. Mooi beestje, hè? Fijn, hè? Ja, hangmat, hè? Ja, dat is een mooi hokje, toch? Vooral niet bewegen. Heel op tafel. Ja.